Ja, Bart Zelleslag, de aftrap is gegeven. Nieuwe coach van KSV Temse. Ja, inderdaad. Uiteraard is dat al enkele maanden even bekend. Nog in de loop van het vorige seizoen. Maar met het event van vandaag en de toekomst die voor ons ligt, gaan we uiteraard nu van start bij KSV Temse, klopt. Wat heeft jou aangetrokken om naar deze club te komen? Maar kijk, ik moet eerlijk zijn, het is niet de eerste keer dat er contact is tussen KSV Temse en Bart Zelleslag. Dat is in het verleden nogal geweest. Maar als ik ergens werkzaam ben, dan probeer ik ook daar mijn taak in eerste instantie te beëindigen. Nu oké, dat is spijtig genoeg vorig seizoen ietsje vroeger beëindigd bij Bornem, om omstandigheden. Maar waar het de reden is waar ik voor Temse kies, ik denk dat Temse op zich altijd al een uitstraling gehad heeft. Het is ook kortbij, dat is toch niet onbelangrijk ook. En ik zeg het, in de gesprekken vroeger was er al een soort match. En deze keer in de gesprekken bleek dat ook te zijn. En ik zie er naar uit om met elkaar aan het werk te gaan. We hebben net de voorzitter gesproken en hij is vrij duidelijk. Ja, het moet de top 5 worden. Ja, maar ik vind, ambitie moet er zijn, altijd. En een voorzitter moet zich daarover uitspreken. Ik heb in het verleden ook een club gehad die van in het begin het seizoen zei dat we moesten kampioen spelen. Dat hebben we ook toen gedaan. Dus die top 5 is toch iets realistischer al, moet ik zeggen. Maar ik denk dat de ambitie moet zijn dat we elke week een strijdbaar elftal op het veld zetten. Die elke week willen winnen. En waar dat schip gaat stranden in het klassement, ja, dat gaan we nog wel bekijken. Maar ik denk ambitie, ja, daar staan we voor, uiteraard. Is de kern al voltallig? Ben je tevreden met datgene wat er aangetrokken is? Ja, ik moet zeggen, ik denk dat de meesten de ogen wel wat gefronst hebben, dat 70% van de kern verdwijnt. Ik moet zeggen, bij mijn aankomst in Temse, dus bij de eerste gesprekken, was het vrij duidelijk dat het bestuur toch wel wat nieuwe wind wou laten waaien, zonder negatief te zijn over het verleden. Dat heeft ook met zich meegebracht dat er toch wel wat veranderingen zijn in de spelerskern, dat er ook redelijk spelers wat vertrokken zijn. Maar daar ook alle respect toe. Ik bedoel, die mensen hebben over het algemeen allemaal een club gevonden. En ik denk dat Alain Vreeken daar op een juiste manier met de mensen in gesprek gegaan is. En ook duidelijk gemaakt heeft waarom en dergelijke. En dat was het werk aan de nieuwe sportieve cel om uiteindelijk dan nieuwe jongens binnen te halen. En dat hebben we ook allemaal in samenspraak gedaan. En we zijn tot een kern gekomen op dit moment van 18 spelers. En daar gaan we ook de voorbereiding mee starten. En normaal gezien ook de competitie als er niks vreemds gebeurt tussentijds. En ik denk een kern die, zoals ik zeg, uit veel nieuwelingen bestaat. Maar we toch aandacht gehad hebben in de eerste plaats dat we zorgen dat we alle kwaliteiten aan boord hebben om een seizoen goed rond te maken. Want op talent winnen de wedstrijden, maar voor een seizoen ja, moet je toch over een kern beschikken die elkaar goed aanvoelt, die met elkaar wil werken en uiteindelijk ten strijde wil gaan. We hebben toch ook getracht om wat spelers uit de buurt te behouden. Er zijn jongens die toch relatief kort nog bij de club wonen, dat is toch ook wel belangrijk. En daar gaan we trachten uiteindelijk ons werk mee te doen vanaf 17 juli. Ondertussen zijn al conditietesten gebeurd, dus de jongens zijn normaal gezien een individueel programma aan het afwerken. Maar de start van alles begint 17 juli. Hele uitdaging tot slot voor jou om met een nieuwe kern ja, toch voor die top 5 te gaan. Hè? Dat gaat leuk worden, denk ik dan. Ja, maar kijk, nogmaals, ik herhaal, ambitie moet er zijn. Ik bedoel, ik zelf als trainer praat bijna nooit over een klassement. Je moet altijd de voorbereiding even afwachten. Je moet anderzijds ook de competitiestart wat afwachten. Het is duidelijk dat een goede competitiestart helpt u. En anderzijds helpt u dat wat minder. En moet je gaan corrigeren. En ik denk dat je maar pas eens dat je goed bezig bent, kunt inschatten wat de sterkte van deze groep gaat zijn. Want nogmaals, het is niet alleen op talent. Het is ook als je momenten tegenkomt dat het wat minder gaat. Dat we gaan kijken hoe dat de groep reageert, hoe het individu reageert, hoe dat de club reageert. Maar ik denk dat de voorzitter mag dat heel gerust van mij uitspreken. Die ambitie die moet er en die mag er zijn. Maar wij gaan proberen met elkaar daaraan te werken om uiteindelijk wel in die buurt van die doelstelling te komen. Dus we kijken er naar uit.